Voetbalvereniging Dongen staat vanavond stil bij het overlijden van Denny de Jong. De speler uit het tweede elftal werd afgelopen maandag doodgevonden in een weiland in de buurt van de voetbalclub. Er is geen sprake van een misdrijf, maar uit respect voor de familie wil de politie verder niets zeggen over de doodsoorzaak. In Dongen, bij de voetbalkantine, daar staat verslaggever Rob van Kaathoven. Ja Rob, de mensen zijn al dagenlang natuurlijk intens verdrietig en lamgeslagen. Ik neem aan dat dat vandaag niet heel anders zal zijn. Nee, zeker niet. Afgelopen maandag kwam de grote klap toen Denny doodgevonden werd. Het verdriet is in de afgelopen dagen niet minder geworden. Niet op zijn opleiding, sporteconomie, niet bij VV Dongen en niet bij het tweede team waar Denny met nummer 8 voetbalde. En zeker niet bij zijn familie. Nee, groot gemis natuurlijk ook voor die familie. Hoe is het met hen? Weet je daar meer van? Ja, zoals een familie die zojuist een 23-jarige zoon verloren heeft. Ik heb niet met ze gesproken, maar Angela Janssens, de voorzitter van voetbalvereniging Dongen, deed dat wel. Nou, we zijn vanmiddag bij de familie geweest en ja, je kunt je voorstellen dat dat heel droevig was natuurlijk. En inderdaad, er is meer als voetbal. Danny had een hele hechte vriendengroep, juist buiten het voetbal. En ja, voor hen is het natuurlijk ook heel zwaar. En ja, die hebben het er ook ontzettend moeilijk mee. Ja, dat zal ook wel een hele emotionele herdenking worden, denk ik, vanavond, Rob. Ja, zeker. Ze houden het vrij simpel en vrij sober. Er is een hoekje ingericht met een foto en een shirt van Danny waar mensen hun condolences achter kunnen laten. Verder zal er een openingswoord zijn door de voorzitter. En verder is er vooral ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de afgelopen dagen. Ja, de afgelopen dagen, in ieder geval maandag, werd er natuurlijk uitgebreid gezocht door heel veel mensen van de voetbalclub ook en naar Danny. Ik neem aan dat het vanavond ook druk gaat worden daar. Ja, het was afgelopen maandag al druk en de verwachting is dat het vandaag weer druk gaat zijn. Het is een vrij grote kantine, maar het komt helemaal vol. De eerste mensen komen nu aan en om 7 uur gaat het beginnen. Nou, zometeen de herdenking. Wanneer is de uitvaart van Denny de Jong? Aanstaande maandag oudjaarsdag, dan is de crematie van Danny in Breda. En de koffietafel is vervolgens weer hier in de kantine van VV Dongen. Goed, Rob van Kaathoven vanuit Dongen, dank voor je bijdrage.